Frank, weer een nieuwe uitdaging voor jou. Blijft het eigenlijk nog een uitdaging? Ja, natuurlijk. Ja. Het is absoluut een uitdaging. De lat wordt ook altijd hoger gelegd. Het wordt nog spectaculairder dan wat we gewoon zijn met 14, 18 en 40, 45. Maar eigenlijk het spektakel is er alleen maar om het verhaal te dienen en om de acteurs te dienen. Het is niet de bedoeling van enkel een hol spektakel te brengen. Alles begint eigenlijk bij een verhaal en bij de muziek. En daar zijn we nu volop mee bezig. Het is wel een beetje veel thuiskomen voor jou. Vind je het nog leuk om hier iets neer te zetten in pop-up theater? Maar ik vind het fantastisch om hier iets neer te zetten, om verschillende redenen. Ten eerste omwille van de groep mensen met wie ik de voorstelling mag maken. En dan heb ik het zowel over de groep mensen voor het toneel als op het toneel. Hè. Dat is al voor een groot stuk thuiskomen. Het is nu exact 30 jaar dat ik met Gert Verhulst samenwerk. Dat betekent iets. Dat betekent iets over onze manier van samenwerken. En over het feit dat we met ons allen elkaar optillen en stimuleren en met respect behandelen. Maar het is vooral fantastisch omdat dit een huis van vertrouwen is binnen de sector. Ik krijg de middelen om die grote epische verhalen te vertellen. En als je iets belooft aan de mensen, zeker de dag van vandaag, dan moet je hen meer geven dan ze verwachten.